Nou, ik denk dat het belangrijk is dat, dat mensen elkaar ontmoeten. Ook van verschillende culturen, van verschillende volken, ook van verschillende geloven en godsdiensten. We leven in een tijd waarin sommige groeperingen proberen om mensen tegen elkaar op te zetten. Ook door terroristische aanslagen van allerlei groepen die proberen haat te zaaien. Alles tegen elkaar op te zetten, dat wij ons daar niet door laten meeslepen. Maar proberen in respect elkaar te blijven ontmoeten. Wij geloven allemaal in dezelfde, in de ene God, de Almachtige, de Barmhartige. We geloven dat de ene God zich openbaard heeft in de geschiedenis. We geloven in het eeuwig leven, in het oordeel. Daarin stemmen we overeen. Wij verschillen waarin we geloven in de persoon van Christus, die voor ons belangrijker is, de Godmens, de mens, het mens geworden woord van God, en voor u de profeet, een profeet. Maar in Maria, zijn moeder, zijn er weer heel veel raakpunten. Ik geloof dat de Koran, als ik het goed heb, en de Bijbel beide Maria beschrijven als vrouw uitverkoren boven alle mensen. Dat staat letterlijk zowel in de Bijbel als in de Koran. Wij eren haar beide als de totaal schone, de zuivere. Wij noemen dat in de katholieke kerk de Immaculata, de onbevlekte, de enige vrouw die totaal van de zonde vrijgebleven is. We eren haar ook beide als de moeder van de gelovigen, de moeder van de mensen. En moslims en christenen ontmoeten elkaar ook in Efeze in Turkije, waar voor om naar ons beider overtuiging en ook op wetenschappelijke gronden Maria haar laatste jaren in het huisje in Efeze heeft doorgebracht. Heeft u zich ooit afgevraagd hoe de katholieken aan hun Maria-cultus komen? Dat gebeurde in Efesus, in het huidige Turkije. Naar deze stad vluchtte de heilige maagd Maria, samen met de evangelist Johannes. Efesus was toen, na Rome, de tweede grootste stad van het Romeinse Rijk. Thank you.
Er is een centrale tekst in onze Bijbel, misschien kent u die, waar Jezus onder het kruis zegt tegen Maria en Johannes, die beide onder het kruis staan: vrouw, zie daar uw zoon, zoon, zie daar uw moeder. En wij geloven dat dat niet alleen maar een praktische mededeling is voor Johannes om Maria in zijn huis op te nemen, wat hij gedaan heeft, wat hij in Efeze gedaan heeft. Ja, we kennen natuurlijk de brieven van de apostel Paulus aan de Efeziërs. Die heeft hier de kerk gesticht. Daarna heeft de apostel Johannes, die door Christus zelf gegeven was aan Maria als haar zoon, heeft haar na de hemelvaart van Christus, heeft Johannes haar meegenomen naar deze plaats. En hier in dit huisje achter ons, daar heeft zij met Johannes gewoond. En we hebben hier beneden, iets verder naar beneden toe, hebben we ook de basiliek van Johannes. En daar is ook een kerkje van Maria geweest, precies op de plaats waar een godin, een Griekse godin, Artemis, werd aanbeden. Dus dit is een buitengewoon historische plaats. Maria is met hem meegegaan daar naartoe, maar dat het ook een opdracht is voor alle gelovigen van alle tijden om Maria in hun huis op te nemen, om Maria een plaats te geven in hun geloofsleden. Maria is door God bedoeld als moeder, ook als een geestelijke moeder van alle mensen. En dat heeft zich in het christendom, in de katholieke kerk, heeft zich dat ontwikkeld, niet alleen op grond van de Bijbelse woorden, die zijn maar heel beknopt, heel kernachtig. Maar wij geloven dat in de Bijbel, en dat is misschien een klein beetje verschil met hoe u de Koran ziet, wij geloven dat de Bijbel in kernwoorden bevat, Gods geopenbaarde woord is, maar in kern. En dat het zich in de loop der tijd kan ontvouwen, ontwikkelen, zoals een plantje, zeg maar, een boom wordt.